Mijn motivatie is dat ik al van jongs af aan altijd gehoord heb van een spoor. We mochten nooit over spoor spelen en doen. We moesten ervoor blijven. Dus het is al 60 jaar of langer een handicap. Dus een barrière, doorvucht. En die moet nou uiteindelijk weg, vind ik. Ik woon aan het spoor. En ik zie al die plannen tegemoet van een hoop treinen extra die er moeten komen. Dat wil je niet. De overgang zit 20 meter bij mij vandaan. Die is dan de hele dag dicht. Je wil heen en weer kunnen, de andere kant op. Een verdiepspoor is een oplossing, maar ik weet niet wat het voor gevolgen voor de woningen heeft die er vlak aan staan. Gemengde gevoelens. Nou, dat ze in ieder geval zoveel mogelijk moeten doen om het een blaag te krijgen. Als het mogelijk is, moeten ze dat voor elkaar zien te krijgen. Nou, in ieder geval dat er iets moet gebeuren en dat er heel goed naar alle mogelijkheden gekeken moet worden. En verdiept, ik denk dat daar op dit moment het beste is. Dat smullen met een keer van de gemeente, hè? Maar ja, het is wel een ijsje met een doelstelling, hè? Ja, maar dan zijn we ook gekomen, hè? Maar dat maakt ook niet uit. Wat is uw motivatie om vandaag hier te zijn? Nou, is er een ook voor verdiepte tunnelbak. Dus daar rijden we ook voor. Om de stem eens te laten horen, want ja, wij hebben meer als voldoende aan de N56 tegen het spoor. De A2, nou, ik vind dat Vught echt ja, een overdosis aan geluidsoverlast, belasting, fijnstof krijgt. En dat moet gewoon niet, hè. Hebt u nu samen nog een boodschap voor de staatssecretaris? Ja. Samen nog een boodschap? Verdiepen met die handen. Ja. Ja, echt. Ik woon al een hele tijd bij een spoorwegovergang. Er komen ze ongeveer eens in de maand komen ze daar werk verrichten. Van die club van de Infrarail, weet je wel. En ik word er helemaal gek van. Slaap ik weer een nacht niet. En het verdiepte spoor is echt, echt, echt de enige oplossing. Voor mij wel, ja. Het verdiepte spoor is de beste oplossing. En dan liefst zo lang mogelijk. Nou, wij vinden het heel belangrijk dat er een verdiepte spoor komt. Iedere 5 minuten voor de overweg staan, daar kiest niemand voor. En de hulpdiensten zitten aan de ene kant van het spoor. Als je ze aan de andere kant nodig hebt, staan ze ook voor het spoor. Levensgevaarlijk. Ooit zo'n grootschalige actie meegemaakt in de gemeente Vught? Nee, nog nooit. Nog nooit. Alleen een tap toe, maar verder niet. Ik kom uit solidariteit. Ik woon heel ver van het spoor af, dus ik heb er niet zoveel last van. Je zult toch ook heel vaak het spoor kruisen? Jawel, jawel. Heel vaak voor een dichte spoorwegovergang staan? Meerdere keren, maar. Maar daar heb ik dan nog, daar heb ik de tijd voor, dus. Hebt u nou nog een boodschap voor de staatssecretaris? Ja, als Vught Den Haag was, dan zou het lang gebeurd zijn. Nou, alles wat hier op de brief ook staat. Te veel treinen, te lange wachttijden voor de sporen. Het is absurd, het gaat nergens over. Er is geen andere oplossing dan een verdiept spoor, ook volgens u. Ik zou het niet weten, weet u het? Ik vind een verdiept spoor. Red Vught, verdiep het spoor. Daarom, dat zeg ik ook. Ik bedoel, hij kan niet omhoog, dus hij moet de grond in. Dat is de enige oplossing. Of de helft minder treinen. Red Vught, verdiep het spoor. Wat brengt de wethouder van Den Bosch naar de gemeente Vught? Nou ja, twee dingen. Eén ook, de gemeente Zetteren-Bos wordt geraakt door PHS. Namelijk, ook wij krijgen meer treinen. En wij ondersteunen Vught in hun pleidooi. En wij wilden ook een pleidooi houden voor de problemen die in Zetteren-Bos veroorzaakt worden door PHS. Geef die zak geld. Met die zak geld kunnen we doen wat we moeten doen. Geef die zak geld. Nee, de zorgen in Vught die zijn meer dan terecht. Ik bedoel, Vught is een verzamelbak van grote problemen van het Rijk. De A2 en 65, het verdiept het spoor. Ja, je krijgt het allemaal hier in Vught voor je kiezen. De massaliteit die u hier ziet, onderstreept hoe breed de zorg in Vught leeft. De zorg over trilling, de zorg over oversteekbaarheid, leefbaarheid, veiligheid. U kunt mij bijna niet verstaan door de trein achter u. Noemt u maar. Excellentie, de ambitie van het Rijk is om meer intercities te laten rijden, om zo de BV Nederland nog beter te laten floreren. De ambitie van de provincie is om de goederentreinen die nu Tilburg en Breda belasten, om die voortaan via Sertogenbos, Vught, Es en Haren en Boksel naar het zuiden te laten rijden. Een goede ambitie, prima voor de steden en prima voor de BV Brabant. En als het goed gaat met de BV Nederland en de BV Brabant, gaat het ook goed met de BV Vught. Dus u treft hier een bevolking
die niet strijdt tegen plannen, die u alleen maar vraagt om uw ambitie te verwezenlijken, gecombineerd met onze ambitie. Want wat is namelijk onze ambitie? Om ook de komende 50, 100 jaar nog in een leefbare omgeving te kunnen blijven wonen. En niet hier de rekening te hoeven betalen van andere ambities. Ik heb al eerder gehoord van uw zorgen. Ik heb ook op Twitter gevolgd hoe druk u bent geweest het weekend om u voor te bereiden op mijn komst. Ik heb inmiddels ook begrepen hoe actief u bent als Vught als het gaat om de N65, want daar heeft u ook eerder actie voor gevoerd. Ik hoor uw zorgen en ik begrijp uw zorgen. Het is zo dat we aan het kijken zijn met rapporten, met onderzoeken zijn wat nu de effecten zijn op de leefomgeving en op het milieu. Dat heette de milieueffectrapportages. Het is zo dat we inderdaad in de aankomende week een besluit zullen nemen. Dat u de voorkeur heeft voor een verdiepte ligging is mij duidelijk. En zal de petitie ook erg goed lezen. Maar een verdiepte ligging is kostbaar. En dat betekent dat we ook nog even moeten gaan praten over welke oplossing het wordt. Maar ook over de financiering van oplossingen. Ik kijk ook naar mijn collega, in dit geval van de provincie. Want daarvoor zal ik met de heer Van Heugden en de gemeente in gesprek gaan. En ik hoop in de aankomende weken besluiten kunnen nemen en u dat ook mee te kunnen delen. Ook voor het provincie van bestuur van Noord-Brabant geldt dat we inderdaad zorgvuldig proberen te kijken hoe we de inpassing van alle plannen op een goede manier doen. De ambitie van Vught is duidelijk, uw zorgen zijn duidelijk. En ik denk met die constructieve houding dat we ook best naar een constructieve oplossing kunnen werken. De provincie Noord-Brabant zal daar alles voor bijdragen. Ja, oké. Dames en heren, wat een fantastische woorden. Ze liggen allemaal vast op film en band. Dus daar komen we nog wel een keer op terug. Minister werkt mee en de provincie zegt oké, en van geluk slaakt hele dorp een diepe zucht. We gaan de diepte in en Vught weet nu komt het echt goed, en onder ons dendert de trein die hier nu diep door het stof gaan roept. Kan eindelijk slapen, ook al ligt het aan het spoor, want de trein hier is, haha, gaat er onderdoor. Get in.